we zijn er wel zo'n beetje het hele jaar mee bezig. We beginnen in oktober, november met evalueren van het, wat is goed gegaan, wat kan nog beter het komend jaar. En dan zo vanaf januari beginnen we echt zeg maar alweer voorbereidingen te treffen. En, is dit terrein nu groter of kleiner dan het vorige? Het is ongeveer net zo groot als vorig jaar. Ja. Maar je zit wat centraler? Ja, zeker, zeker. We zitten mooi in zicht, dat is ook leuk. En we vonden het ook gewoon leuk dat het nu Hutteland weer voor andere kinderen dichtbij is. Dat is eigenlijk voor ons de hoofdreden om te zeggen van oké, we gaan ook weer op een andere plek zitten dan vorig jaar. Hey, hoe lang doet u dit al? Dit is voor mij de 10e keer. Ja, een jubileum dus? Ja, eigenlijk wel, ja. Hoewel de aantal deelnemers is dat vergelijkbaar met vorige keer? Ik heb dit moment nog helemaal geen idee van. Ik heb net een uurtje geleden gevraagd. We zaten in ieder geval over de 100 deelnemers. Maar hoeveel het in totaal worden vandaag, dat is, kan ik nog niet echt niet inschatten. Ik kan hier niet uit. Kan ik? Ziet u er mooi uit? Dank u wel. Prachtig. Zo, geweldig. Hallo, dames, Ria. Ik ben de dochter van hem. Gefeliciteerd. Dank u wel. Fantastisch. Ja, u vertelde net dat u veel gevist hebt en postzegels verzameld. Die heb ik nog steeds, ja. Ja, ja. En dat zij vertelde dat ze heel veel gebruikt heeft, zelfs voor de, ja, voor de, ja, winkel. Ja, 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 dat vroeg om met de kleinkinderen. En toen kwam de burgemeester binnen, hè? Ja. Ja, moet dat er ook? Ja. Dat is einde verslag, burgemeester. Wat verbeeld mij dat ik daar nu nog altijd plezier van heb. Dat ik 20 jaar gevoel heb. Ja, dat zal ongetwijfeld wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ik heb betaald voetbal gespeeld, maar dat was in 1954, toen de prof het werk in werd gesteld. Toen was ik er vanaf het begin al bij. Dat begon toen in 1954? In 1954 met het profvoetbal. En nu was erbij? Ja. Ja. Toen kwam er een fusie. Toen, na die 70 jaar werd het in de prijsstak werd heel wat minder. Omdat het Amerikaanse gedoe kwam hier over te voeren. Met spijkerbroeken en spijkerjassen. Ja. En dat wilden ze daar niet maken. Oh, okay. Dat vonden ze toch maar niks. Ze wilden het echt kostuums blijven maken. Ja. Het is geen verdienste hoor, dat je 70 jaar getrouwd bent. Dat overkomt je. Dat hebt u wel heel mooi verteld. Kunt u mij ook vertellen waar u elkaar hebt leren kennen? Bij de LTM, confectiefabriek voor heren en jongensbovenkleding in de Veldkomstweg in Almelo. Zij werkte als knoopaanzetster in de fabriek en ik was kantoorbediende. Begonnen als jongste bediende uiteraard. En u bent daar nog een hele tijd blijven werken? 27 jaar heb ik daar gewerkt. Okay. En ik heb begrepen dat jullie ook een aantal kinderen hebben? Wij hebben 6 kinderen. We gaan er 5 getrouwd zijn. We hebben 12 kleinkinderen. En 16 achterkleinkinderen. Ja, Almelo is natuurlijk al een heel bekend evenement aan het worden hier in Almelo. Dus de tweede editie komt eraan. Tweede of derde editie komt eraan. En het is natuurlijk een prachtige dag voor Almelo om zich om te bewegen. Fietsen, rennen, wandelen. De Stichting Almelo Allee gaat straks in september, de derde zondag in september, dat is onze vaste datum,
gaan we dit keer ook meer aandacht vragen voor het thema water. En dat komt omdat we het buitengebied, Almelo heeft veel water, extra onder de aandacht willen brengen. Ja, zelf als voorzitter van de roeivereniging Amicus gewoon mee in aanraking, omdat het op dezelfde dag is als wij onze jaarlijkse race hebben, de Godwitch race. De Godwitch Regatta race is ook op de derde zondag dan in september. Is er een combinatie met Almelo Allee? Nou, er komt vanaf het waterschap komt er een fietsroute. De vertrekpunt is bij het waterschap en dan komen ze ook langs het kanaal en dan komen ze bij Amicus terecht. En bij Amicus hebben we dan weer een stempelpost. De route die Almelo Allee heeft om te fietsen zal worden geleid langs het Amicus terrein. Zodat je eigenlijk de combinatie hebt van twee evenementen. Het Almelo Allee en het kunnen kijken naar onze races. Op hetzelfde moment is bij de Amicus in het kanaal is dan een wedstrijd, de regatta. Daar zijn natuurlijk allerlei mensen uit het hele land die daaraan deelnemen. Nou, de fietsers die er langskomen die kunnen dan kennis maken met het roeien, het roeievenement op zich. En door de stempelpost die daar dan zal zijn op het terrein bij de Amicus, kunnen ze wat achtergrondinformatie krijgen over het roeigebeuren. Je kunt met de roeiers mee fietsen, dat is misschien niet voor iedereen, hè, maar het ligt er ook maar net aan op welk tijdstip je er langskomt. Maar het is wel de bedoeling dat ze dan ook een stukje mee fietsen. We hebben een gratis instapkaart voor u, dat mensen kunnen gratis deelnemen aan Almelo Allee. Als u die krijgt, aan wie zou u hem willen geven? Ik zou hem geven aan het sportfonds van Almelo. Dat zijn het fonds wat voorziet dat kinderen kunnen deelnemen aan sporten. En die zullen vast een kind vinden wat dat heel goed kan gebruiken. Okay. Kunt u in een paar steekwoorden of zinnen vertellen wat Almelo en de mens zo bijzonder maakt? Almelo is, vind ik, echt een stad waar van alles en nog wat hele leuke initiatieven worden ontplooit. Er gebeuren mooie dingen, gebeuren leuke dingen. En soms wordt er te weinig gezien. En ik vind dat de Almeloers best wel trots op hun eigen stad mogen zijn. Ja, wij zijn Bram en Jort van het YouTube-kanaal Gladjakkers. En vanaf nu kun je 6 weken lang elke week genieten van een verzameling van de beste video's van ons YouTube-kanaal. Hier op deze zender. In deze aflevering van Wie is de Mol maken we de balans op. We vragen het de deelnemers. Wie is de Mol? Of Barend of Jason. Eén van de twee, sowieso. Maar wie? Ja, eigenlijk is het voor mij, het blijft een beetje een twijfelgeval tussen Egbert Jan en Barend. Barend gedraagt zich af en toe heel raar, maar Egbert Jan heeft ook zijn trekjes wel tijdens bepaalde opdrachten. En ik denk dat ik tussen die twee moet gaan spreiden. Mol? Op een zeker moment moeten wij die kleuren uitzoeken. En Barend die ziet dat gewoon niet. Nou, dan gaat het bij mij wel een lampje branden hoor. Ik denk dat Barend de mol is. Hij kwam laatst, heb ik hem een soort van betrapt. Dus was hij zijn eigen kuil aan het graven. En dan begin ik toch te denken van, dat Barend dan, ja, dat Barend dan, dat Barend de mol is, denk ik. Barend, zoals je hoorde zijn er veel verdenkingen tegenover jou. Heb je enig idee hoe dat komt? Nee joh, ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik heb mij een beetje op de achtergrond proberen te houden tot nu toe, maar al wel. Misschien heb ik het begrip mol toch een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Ja, 90 minuten gespeeld. Hoe ging de wedstrijd? Ja, Poldervogels thuis. Je weet dat het op papier een hele lastige wedstrijd is. Ik vind dat we vrij sterk aan deze wedstrijd beginnen. Zeker met verlies een beetje het initiatief. We komen wel weer goed uit de rust. Ronnie, die diep gaat op zijkant, op zeker met die geweldige actie, gooit die bal voor 2-1. En na die tijd hebben we denk ik weinig dingen fout gedaan. Ja, dat was een mooie keerpunt in de wedstrijd inderdaad. Volgende week, uit! Ja, Spaanduiven uit inderdaad. Die staan een paar plekjes boven ons. Ik denk dat als we het niveau halen wat we vandaag als team hebben neergezet, dan hebben wij een redelijke kans om die wedstrijd ook te winnen. Maar ja, wat weet ik er dan van? Ja, ik ben maar een ballenjongen. Ja, komt ie! Ja, kom maar! Lopen! Kom op, door! Ja, eraf! Ja, die kant! Lopen! Hup, hier! Ja, ga hem af! Nee, ik moet daar. Deur af! Ik moet af! Deur af! Oh, ja! Deur af, zeg, joh! Sorry! En de volgende bord geschrast! Idioot!
Ja, meneer Balvast, meneer Balvast. In hoeverre is het waar dat u uw stem zou zijn kwijtgeraakt in het bestuur van Heracles? Ja, er zijn heel veel verschillende meningen over. Het is een intern akkefietje geweest binnen het bestuur. Maar we hopen over enkele weken de zaken weer op een rijtje te hebben. En dat ik dan gewoon mijn stem weer terug heb. En we weer beslissingen kunnen ondernemen voor de club. Ondanks dat wij steeds populairder en populairder worden, is er altijd plaats voor een stukje. Ondanks dat wij steeds populairder worden met ons YouTube-kanaal De Gladjakkers, is er altijd plaats voor een stukje extra fame. En daarom gaan wij ons eigen spandoek maken en ophangen op een plek waar iedereen hem kan zien. Ik heb hier een spandoek. Ik ga hem eventjes in alle hoeken wat tie-reepjes vastdoen. Dan kun je hem straks mooi, lekker snel en makkelijk en goed vastmaken. Tie-reeps hier. En deze ladder die moet ook mee. Oké, we gaan dus nu de plek uitzoeken waar we ons spandoek kunnen ophangen. Overdag hebben we al een best lijp gebouw gezien. Met metalen frames. We gaan vandaag eens even kijken of wij dat spandoek dus daaraan kunnen hangen. Dat zou super vet zijn. Dat zou echt vet zijn, maar we moeten wel gewoon opletten. Blijven opletten. Ik zal ook een beetje de boel in de gaten houden. Oké, dit is het terrein waar het om gaat. Je kunt het waarschijnlijk niet zien, maar daar hangt de metalen frame. Daar gaan we proberen ons ding aan op te hangen. En ik hoop echt dat het lukt. Hoop ik ook. We hebben een knetterlange ladder bij ons. Dus we moeten best wel altijd de lucht in, want het is knetterhoog. Oké, er zit hier een fucking flatgebouw tegenover, joh. Ja. Er is toch sowieso iemand die dat gaat zien? Snel even dat ding ophangen. Oké, er zit hier een hek, dus het is gewoon een kwestie van snel overheen springen, denk ik. Oké, let's go. Oké, go. Gooi het spul eroverheen. Laat het licht. Ik geef jou de camera aan zo, ja? Oké, snel. Gooi de camera licht. Dus we moeten dit snel doen. Oké. Oh, hij moet wel heel lang trouwens. Oké, daar gaan we. Eerst de onderkant, of eerst de bovenkant? Ja, als je hem aan de onderkant hebt. Rustig, zacht, probeer het zacht, man. Oh, dat beweegt helemaal. Ja. Pas op, joh. Als je valt, joh. Ik denk het wel. Rustig, rustig, rustig. Ja. Pas op, heb je? Oké, rustig naar beneden. Rustig, rustig. Zakken. Is dat kut? Het is ook hoog, jongens, shit. Oké, nou moet dit ding. Los, kijk. Kijk die ladder weg, joh, pik. Oké, oké, oké. Gaat het goed? Ja. Hij staat een beetje scheef, of niet? Wat? Hij staat een beetje scheef, of niet? Ja. Ja. Dus we trekken wel de aandacht hier. Okay, heb je? Maar is beneden een stuk makkelijker. Pak meteen rechtsonder. Fuck, daar komt wel een fuck, stop, stop, kut. Rennen, fuck, fuck, fuck. Er kwam hier een fuckje dichtbij. Oké. Okay. Zit er nu. Jezus, fucking kut. Hij hangt gewoon fucking hard. Dit is echt heel vet. Holy fuck. Dat was echt spannend. Stopte daar net een auto, een man stapte uit. We hebben de lat laten vallen en we zijn keihard, keihard gaan rennen. Ik hoop dat jullie dit goed kunnen zien, jongens. Want hij hangt er, hoor. Super vet. Gladjakkers, gladjakkers, gladjakkers. Thank you.
Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, meneer. Ik heb een pakketje voor meneer Duivendrecht. Mooi. Kijk eens. Oh, mag u even een beetje krabbeltje zetten? Zou fijn zijn. Ja, wel. Niet, nee, ik had hem al aangedaan. Oh, hè? Mag je gewoon één keer klikken? Ah, ja. Eén keer klikken. Eén keer? Eén keer zo. Oh. Nou, ja, dan kan u schrijven. Waarom klikt u dan alweer? U klikt als ik hem al aan heb. Hij is... Deze is aan, niet meer klikken. Daar heb ik al van. Klopt het? Ik zal niet klikken, net zoals net. Net klikt u. Ik klikte net niet meer. Klik. Oh. Je klikt u twee keer. Ik klikte één keer, meneer. Ik hoorde klik, klik. Klik. Dat is... U doet klik en ik hoor klik, klik. Wat is dat? Klik, dat is één klik. En die pen van u schrijft u, meneer. Heeft u een andere pen? Nieuwe pen. Nou. Klik. Yep. U klikt weer. Ik klik niet. Ik zag u klik. Nee, ik klik toch niet. Ik ben toch niet gek? U klikte. Nee, ik klikte niet. Ik zag u klikken. Wat hoor ik dan? Wat is dat van de klik, klik? U doet raar. Nee, deze pen schrijft niet. Nee. Ik heb al drie pennen. U moet klik aan. Nu mag u schrijven. Schrijf eens. Moet u me echt beloven dat u nu gewoon... Ja, ik kan toch niet schrijven als u die pen vasthoudt, meneer? Ja, die geef ik nu aan u, maar dan moet u beloven dat u gewoon... Ik schrijf. Ik zal niet klikken zoals ik net niet gedaan heb. Net David. Ik... Oh, ik moet alleen bij nummer 6 dit pakje afleveren, meneer. Wilt u gewoon tekenen? Oh, dit is nummer 4. Dank meneer. Wat? Nou, wij zijn hier gekomen om ons enthousiasme over het walking voetbal over te brengen bij de leden van PH. Het walking voetbal is dus eigenlijk anderhalf jaar geleden door de Heracles ook geïntroduceerd hier in Almelo. Het is een samenwerking van de Ouderenbond en de Vriendenloterij en de Eredivisie Nederland. Om heren boven de 60 jaar weer in beweging te krijgen, voor zover ze dat niet zijn. Maar ook de sociale activiteiten bij deze heren te bevorderen. Dat ze niet tussen haakjes achter de graniums terechtkomen. En ook niet bij moeders in de keuken blijven zitten. Maar toch, en voor de voeten lopen, hè? En voor de voeten lopen. Maar heel enthousiast, dus zeg maar, gewoon blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Wij zijn gestart met de All-Stars. En dat is een project wat al langer loopt in Nederland. Het is vanuit Engeland eigenlijk overkomen waaien naar ons kikkerlandje. Is gestart met allerlei BVO-clubs. En je ziet nu her en der in het land dat ook amateurclubs ermee van start gaan. Nou, wij zijn eigenlijk enthousiast geraakt door de Gold Stars en wat die actief waren bij ON en bij Heracles. En nou, wij waren voornemend om dat ook te gaan doen bij PA. En ik werk zelf voor een sportbedrijf en ik ondersteun PA en Oranje Nassau daarin. En nou, de vraag is de kick-off bij PH en het, nou, de opkomst is hartstikke mooi. We hebben een mooie grote groep en we gaan straks lekker trainen op het eerste veld. En ja, elke donderdagochtend vanaf 10 uur zullen we hier aan de slag gaan. En nou, ik hoop dat er nog vele mensen zich aan gaan melden om de groep zo groot mogelijk te krijgen. En dan kunnen we straks mooi meedoen met het internationale toernooi van Heracles van de Gold Stars. Dus dat is, lijkt ons prachtig. Het zijn allemaal mensen die van het spelletje houden, die houden van voetbal houden. Denken nog dat ze hetzelfde kunnen doen als 30, 40 jaar geleden, maar dat valt dus tegen. Maar in ieder geval heel enthousiast daarmee bezig kunnen zijn. Zowel dus wat betreft het sportieve gedeelte, maar ook het sociale gedeelte. We hebben dus ook bij Heracles gemerkt dat het een hele leuke groep geworden is. Een groep vrienden geworden is, die ook samen dingen doen buiten het walking voetbal. Je doet allemaal aan walking voetbal, dus in het... Het zijn allemaal gouden oude jongens, hè? Maar ik zei net al in het voorgesprek tegen u dat wij ook vaak het talkie voetbal zou kunnen noemen. Hè? We praten wat af. Ja, er zijn wel wat kosten aan verbonden. De mensen mogen gewoon meedoen het hele jaar lang. Nou, we beginnen vandaag en nou ja, een jaar verder. Dan betalen ze €90 in het jaar. En dan krijgen ze dus elke donderdagochtend een training voor. Dan kunnen ze lekker warm douchen. Dan kunnen ze gebruik maken van de kantine. Nou, voor een bakje koffie betalen ze wel. Maar goed, dat houden we zo laag mogelijk. En voor een biertje eventueel ook wel. Ja. Maar dat spreekt voor zich, denk ik. We hebben via Almelo Doet Mee hebben we in ieder geval kunnen zorgen dat de contributie voor de mensen die het niet kunnen betalen, via hun kunt verlopen. En verder hebben wij vanuit PH nog, nou, nog een budgetje vrij kunnen maken voor mensen die eventueel wat voetbalschoenen nodig hebben of dat soort dingen. Dus daar is ook aan gewerkt gedacht.
Prachtig, hè? Het is echt een heel mooi, prachtig scherm. Fantastisch. Deze? Ja, die was het. Ja. Hallo, hij doet het! Zo'n 2 jaar geleden zijn we begonnen met praten over de nieuwe inrichting en de herinrichting. En gaandeweg zijn we vanuit de inhoud tot de vorm gekomen die het nu is geworden. Nou, al snel bleek eigenlijk dat de inhoud groter was dan de ruimtes konden dragen. Eigenlijk zitten in alle ruimtes ramen. Dus je hebt erg weinig handruimte. Je wil wel een verhaal vertellen, dus we hebben ervoor gekozen om... zoals je hier ziet, ook een hele grote blauwe wand in elke ruimte te plaatsen als voorzetwand. Waardoor de inhoud wel zijn plek kon krijgen. Ja. Het is natuurlijk een stadsmuseum, dus het gaat over Almelo. Dus wij hebben ons ook gebaseerd op elementen die in Almelo voorkomen. Dus de kleur die je hier duidelijk herkent is natuurlijk Almelo's blauw. En deze technische wanden, er zit wel techniek in, ze kunnen ook delen uit elkaar. Dat hebben wij dus opgebouwd uit de ruitvorm, wat ook weer natuurlijk terug te leiden is op het schild van het sportmerk van Almelo. En in die zin komt het hele verhaal uit het Almeloze. En dat is ook wat wij voorstaan, want het gaat over deze plek, deze stad. We hebben gekeken dat het verhaal sowieso interessant is voor mensen uit Almelo. Maar daarnaast kunnen toeristen hier natuurlijk ook terecht. En dat heeft allemaal toch een bijzonder verhaal met het water en de lusten en lasten die je hier ook in de eerste zaal ziet. Maar daarom hebben we specifiek ook gekozen om de tekst ook tweetalig aan te bieden en zowel in Engels. Waardoor voor toeristen het ook toegankelijk is en hier een interessante beleefbare middenweg kunnen hebben. De nieuwe banen worden aangelegd. Achter jou is bedrijvigheid bezig. Hoe blij ben je daarmee? Nou, ik ben enorm blij met dit verhaal. Dat dit eindelijk ook is goedgekeurd door de leden. En dit was echt heel hard nodig om het spelen weer mogelijk te maken. Leg eens uit wat er is gebeurd met die oude baan toen die er nog was. Wat waren toen de handicaps? Nou, het grootste probleem was de waterdoorlatenheid. Als we al een klein buitje hadden, dan konden wij daar soms dagelijks en soms wekelijks niet meer op spelen. En dat ging toch ten koste ook van de lessers en van de activiteiten. En de leden werden toch wel wat humeurig dan. Jij bent een gelukkig man omdat je deze zomer weer lekker met je leerlingen aan de slag kunt. Ja, dat kunt u wel zeggen. Liever vandaag als morgen. Ik sta op dit moment in een tennishal te lessen. Maar als ik volgende keer naar buiten kan met alles, dan graag. En dan lekker buiten zijn en dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Gerrit Kroesen is de technische man die alles begeleidt bij de tennisbanen van Luktor. Ja, dat klopt. Gerrit, jouw taak hier, wat houdt die precies in? Nou, mijn taak is om de banen weer te krijgen zoals ze weer goed bespeelbaar zijn. De opbouw, alles wat erop toe zit, tot ze weer spelen kunnen. Wat voor voorwaarden worden er aan een goede tennisbaan gesteld? De voorwaarden aan een goede tennisbaan worden gesteld, daar zijn normen voor van de ISA-KIWA. En daar moeten wij aan voldoen. En dat is een bepaalde laafopbouw van dat die op een totale dikte van 8 centimeter of 10 centimeter komt. De greffel moet een dikte hebben van 2,5 tot 3. En de beleiding moet aan de maten voldoen. Dat zijn allemaal normen die gesteld zijn en daar moet ik zorg voor dragen als dat goed gebeurt. Op 2 april is hier de open dag. Dan moet alles klaar zijn. Sta je dan met een heel tevreden gevoel hier aan de kant van het veld? Ja, zoals het nu loopt ben ik zeer tevreden en trots op wat we hier presteren. Ja, alles is naar wens verlopen en we werken goed samen met de vereniging. En ik vind het... Als het zo blijft lopen zoals het nu is, ben ik weer een tevreden mens.
Gerrit, de laatste loodjes moeten nog gezet worden voordat het 2 april is. Ik wens jou daar heel veel succes bij. Nou, u ook bedankt. En dat zal lukken, denk ik. Ik tel af en dan schreeuwen we met z'n allen SV gefeliciteerd. Ja, gaan we. 3, 2, 1. SV gefeliciteerd! Oké, doen we nog één keer en dan nog harder. 3, 2, 1. SV gefeliciteerd! Ik ga nog wel in de baan zitten. Ik ga nog met jou andere dingen doen. Super gefeliciteerd, we zijn zo trots op je. Oké, SV heeft een klas, jouw klas. Heeft een liedje ingestudeerd om jou te verrassen. Dus ik zou zeggen, mensen, zet hem op! Koenten Hegelen, je hebt mooie plannen voor Almelo. Vertel eens. We gaan dat heel voorzichtig beginnen. We verwachten geen wonderen en een hele toestroom van bruidsparen. Maar we hebben echt het gevoel als dit één keer bekend is. En mensen die hebben dit gezien met een boot in deze staat en vol met bloemen. En dan afgeleverd worden precies voor het stadhuis. En ook daar weer opgehaald worden op de rode lopen. Nou, dat kan volgens mij niet anders dan dat moet je willen. Ik ben al heel lang met oude bootjes bezig. En elk bootje wat ik koop, zeg ik van, dat wordt mijn huwelijksbootje. Je begint met een goedkope boot. Je koopt eigenlijk zo'n boot voor heel weinig. Maar alles wat erbij opkomt, dat maakt het wel heel erg kostbaar. En het werk wat eraan gebeuren moet. Het zijn toch doorgaans wel wrakken die je koopt. En deze was meer lek dan dat hij dreef. Het had echt geen drijfvermogen. En voordat ik hem daar zo ver heb zoals nu, dat is toch wel, dat is wel lekker. Dat voelt goed. Ik heb ook nog nooit een boot zo ver afgerestaureerd eigenlijk. Het is een notarisboot. Het is een boot ongeveer 1935. Er is geen historie bekend van deze boot. Er zit ook geen werfplaatje in. Dus we kunnen ook niet zien. Allemaal heel jammer. We kunnen ook niet zien wat voor werf hem gebouwd heeft in die tijd. We kunnen ook niet het exacte bouwjaar terugvinden. Hij is wel officieel aangemeld bij de Oude Glorie. En daar is hij ook erkend. Hij heeft ook een nummer. En dat is dan wel van belang. Dus hij is wel erkend als varend monument.
Hij is geklonken. Hij is in die tijd werd er alleen maar geklonken. Dus toen konden ze nog niet lassen in 1935. Dat is ook heel duidelijk te zien. Ik denk dat de leek ook echt versteld staat. En die zal zeggen van wat heeft die man slecht geplamuurd of wat heeft die man slecht geschilderd. Maar dat is wel een beetje mijn opzet. Dat alle sporen van toen eigenlijk in zicht bleven. Het is geen nieuw schip. Mensen van 80 jaar die hebben ook een nodige rimpels. Ja, goed. Hebben de nodige rimpels. Nou zie je dit als rimpels. Dit zijn geklonken scheepjes. Dus je ziet precies hoe en waar elke klinknagel er in de tijd in is geslagen. En de sporen destijds die zijn zichtbaar. En dat vind ik wel leuk. Anders moet je geen oud schip nemen. Je moet hem niet afrestaureren dat je een glad strak schip hebt. Dat vind ik niet mooi. Ik was heel naïef. Ik denk ik maak die boord klaar en ik leg hem in het water en ik vaar mijn bruispaar. Maar zo werkt het dus niet. En ze zijn dus met mannenwacht zijn ze bezig om daar vergunningen voor te krijgen. En we moeten een speciale lichtplaatsvergunning hebben. Want dit is dan toch wordt aangemerkt als bedrijfsvaartuig. En daar zijn ze druk mee. En we hebben daar al meerdere vergaderingen over gehad en besprekingen. Maar dat gaat vast en zeker de goede kant op. Want wie wil dit nou niet? De gemeente Almelo die heeft een goedkoop promotieproject straks voor de deur. Ja, dat is een Ruggerini-motor. Die hebben we ergens onder Zeeland weggehaald. Die is hier bij de werf is die ingebouwd. Hij is nog naar voren gehaald, er zit een hele lange as om. Maar het loopt allemaal goed. We hebben de eerste proefvaart hebben we erop zitten en hij gaat als een speer. Is van licht, het kan ook uit. En daarom roep ik namens de Natuur- en Milieufederaties bedrijven en gemeenten op in de nacht van de nacht het licht te doven. En misschien nog wel vaker ook, want licht, je komt makkelijk zonder. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu.
Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij KIWAY.